mensen en welkom bij weer een nieuwe video. Waarom trek ik er altijd uit? Ja, soms doe ik op met de voeten op de kabel van mijn koptelefoon. Maar goed, en dan trek ik die uit. Maar goed, in ieder geval bedankt. Tof dat je kijkt naar een video. Ik wil niet de video afsluiten. Ik ben niet goed wakker. Ja, het is ondertussen bijna 18 uur. Ik denk dat ik zo moet gaan slapen, want het komt niet goed. Ja, ik heb nog altijd 2 weken vakantie. Met paasvakantie. Dus ja, een halve week zelf verder. Dus ongeveer nog 1,5 week precies. Dus maar goed, dat terzijde. We zitten hier in weer in de Minecraft. Het is de 7e aflevering. We hebben direct weer op de volgende opname hebben gestopt. Nu druk ik weer opnieuw. Dus we zijn hier weer met Bjarne. Dus kan je een beetje vooruit kijken, hè. Dus hoi. Als goed met u. Ja, het zal wel. Want... ja. Alleen tot de volgende aflevering een paar creepers en een paar keer doorgegaan. Een stuk of 10 keer hoor. Niet veel hoor. Ja, ik zit nog altijd online hoor dus. Oké. Dus dat is goed, ik zal even verder. Ik ga ondertussen beginnen met de mine, dus de mine... Allemaal dat er tot daar duurt. Misschien moet ik eten. Ja, misschien zou ik ook moeten eten, dus, maar ja, ik zal wel even, ik zal wel zeggen dat de opnames gestopt zijn, dus goed, ga maar. Dus we gaan verder met de mine. Even kijken. Dit hakken, toortje moet ik even plaatsen. Even kijken op welke versie, we zitten op 48, dus... En dat is weer een nieuwe aflevering, dus dat betekent we mogen de sheet weer gebruiken. Dus, Zo. Iron, bingo. En dat klopt hier al, yes. Zo. Hij moet hier toch doorheen, niet trouwens. Nee, dat is al eerst, begin. Oké, oh nee, niet slim. Als het een god was, ja. Zo, de iron is weg. Dirt, nou die begon dit up. Zo. En stripmine gaan we uiteraard doen, dus dat jullie het weten. Oké, zo. Goed, Oké, ja. Zo. Dit weg, dit weg. Ik hoor hier zombies dichtbij, dus ik weet niet wat dat zijn, maar die kunnen hier zijn. Iron weer, nice. Dus ik moet even oppassen. Ik heb ooit ergens gehoord als je waarom dat zombies meestal in de cave zijn, en technisch weet je even. Waarom dat zombies in de cave zijn, is meestal om tot je daar dure dingen vindt, zoals diamond kun je vinden, iron, kool en van die dingen, lapis lazuli, redstone en zo. En tot die meestal ook in donker zijn, maar ook gewoon tot er blijkbaar de makers van Minecraft hebben bedacht. Ik voel me goed. Dus de makers van Minecraft hebben een beetje bedacht tot die zombies je aanvallen, tot ze denk door spannen ook en donker op je eiland. En tot ze ook gewoon, wat ik ooit heb gehoord dus, en tot ze ook spannen in de caves dus. En tot ze blijkbaar die dure spullen, en tot ze je aanvallen, tot ze denken, ja hier, dit is mijn eigendom, hier hoor je niet thuis, snap je. Hier, wij beschermen, zou ik maar zeggen, die spullen, dus de dure dingen, en wij beschermen dat en wij vallen je aan hem tot, in dit gebied mag je niet komen, zoiets heb ik gehoord. Ik weet niet zo waar, verbeter me dan maar aan de comments als dat niet waar is, maar zoiets heb ik gehoord. Dus goed, ook weer een technisch beetje als jullie dat niet wisten, en als het fout is, ja, dan verbeter mij maar zoals ik zei. Dus zal ik er iets van spelen? Ah ja, leeg zo, maar ja, soms als donker is dan leeg zo. En mijn pickaxe, na een paar hakken gaat hij weer op zijn, dus bijna. En dan gaat hij, nee nog niet, oké. Spannend momentje altijd. Ik kan eigenlijk niet zien hoeveel tot hij nog heeft. Nog 3 ocht. Als ik even de opname verder moet afsluiten. Goed, dat was mijn mama, want die kwam weer aan het eten. Dus die snapt nog ook niet dat YouTubers ook een leven hebben. Maar goed. En dat bedoel ik, die is nu kapot. /timesd. De eerste sheet voor deze aflevering gebruikt. En dat is ook waar, dat wil ik ook nog zeggen. Als we nu in deze aflevering maar 1 sheet of zo hebben gebruikt, ja, dan mogen we de volgende aflevering dan niet opstapelen, dus dan mogen we de volgende aflevering meer gebruiken. Nee, dat is niet gewoon per aflevering zoveel sheet max. En als je er niet hebt gebruikt, pech dan. Dus even kijken. Nou, gewoon niet meer doen. Iron even pakken. Okay, zo, ja, sowieso als ik de spullen vind, ga ik nu al een pickaxe maken daarvan. Zo. Zo, pickaxe, there you go, hier komt hij. Maar ik ga sowieso nu eerst steen even doen lopen, dus oh. Zo, voilà. Dat is ook weer geregeld. Als ik dood ga, ga ik weer, ja, ik hou het spul toch, dus ik kan het gewoon bijhouden of ik doe dat voorlopig in de kist. Voilà, zo. Daar heb je aan, volgens mij, water gelegd. Ja, oh ja, dat was wat we gezegd in de vorige aflevering, uiteraard, dat hij naar beneden ging gaan met het water. Dus, volgens mij is hier Bjarne, denk ik. Ja, daar is hij. Die komt zo waarschijnlijk tegen, maar goed. Voilà, we hebben weer een pakketje, dus we kunnen weer verder. Ja, dat bedoel ik, hier is die, oké. Daar mooi het dus. Hup. Gevaarlijk, dat moet je even zelf hebben. Shit, creeper. Ik heb het terug snel, oeh. Goed. Dat is, Inderdaad. Ja, boeien, plasma even voorlopig. Dan ga ik even naar boven. Laat ik weten, gewoon even, voor even tussendoor. Wat is jullie lievelingsliedje? Want juist nog even te zeggen. Maar ik ben dan benieuwd naar welke liedjes luisteren jullie. Ook bijvoorbeeld welke stijl, hardstyle, karaoke, weet ik veel. Of bijvoorbeeld... Slagenfestival of zo wat ouderwetse liedjes of laat me weten, ben ik benieuwd naar. Goed, verder naar Minecraft. Deze heb ik die zijn ook klaar. Zo. Nee, torches nog hier zo. Ja. Goed, die is ook bijna klaar, maar niet helemaal. Zo zijn. Die moet daar, hup, waar zijn jullie, oh, hier, ja, ik stond erin of, nee, laat maar. Goed zo. Oh, nee, niet knop. Goed, oh, ja, dat was ik even. Kunnen we weer heel veel seeds plaatsen, dus dat is weer een vooruitgang, zou ik maar zeggen. En ik ben nog altijd blij met jullie dat ik de Minecraft Survival in ieder geval door heb en bijna alle series die ik deed had, dat die wel goed ging en veel views haalde ook. Ik ga me echt niet om de views vertellen, maar gewoon, ja, en wel wijs dat er meer abonnees bij komt, dat het weer een gezellig teampje wordt en dat. Dus ik ben heel blij dat jullie weer op mijn video's klikken. Dus als je ook bij deze video bent, Zeg dan je naam of zo in de reacties. En dan erachter. Of erachter van ja, ik ben er weer bij ofzo. Als je tot hier al hebt gekeken. Maar dat is, ja, zie dat heb ik niet echt. Of ja, nu ik wel, want dat is weer groter. Dus, zie je, heb ik nu wel blijkbaar tekort. Volgens mij hadden we nog een kist, zag ik een stack of zo. En hier zie je meer als genoeg op. Voilà, hier hebben we genoeg mee. Dus ik dacht al, we hadden nog, ik dacht, we zijn nu al op, kan niet. Maar nee, we zijn er niet op hoor. Staat er nog in de kist, dus ja. Dat is. En nou, het zit alweer vol. Hoppa. Waarom nu altijd shift? Ja, shift. Ik ben altijd gewend van Roblox, meestal een Roblox. Als de game nog heeft toegevoegd dat je kunt sprinten met shift. Maar bij mij is ik bijvoorbeeld 2 keer op de pijl vooruit. Dus hier loop ik continu. En nu KTRL doen, dan ga ik sneller. Maar CTRL doet ik zegt, dus moet. En die is gedisconnect. Omdat hij afgaat soms. Dus ja. Bij ons is gedisconnect. Ik heb hier iron, daar weer wil. Ik kon even in het water springen. Oh, never nooit te veel. Ja, dat is genoeg. Zo. Voilà. Goed. En dan gaan we eens even kijken. Goed. Even kijken. Door heb ik dat nog niet op, maar zit er toevallig in de kist. Zeker is dat, hè. Maar niet genoeg zekers. Kool zit er ook nog, yes. Zo. Even dit voor de run. Zo. Luna. Hoe krijg je trouwens de seeds? Weet iemand dat? Kan iemand me uitleggen dat je meloenenzaden krijgt? Zou fijn zijn. Zo. Ik heb wel snel op deze manier dus. Oh, in seed heb ik weggehaald. Ja, in de stam. Goed, zo. Ja, het leven is soms ook raar en antiek. Ja, we moeten het over kijken, soms zijn er goede dingen. Maar goed, ik zeg weer wat te zeven. Zo, die plaats maar daar even. Octopus, hoe is je leven? Dat is echt typisch altijd wat ik zeg. Van een tegen een dier of tegen een persoon, hoe is je leven? Maar ja. Dat is eigenlijk gewoon niet heel raar, ik moet er echt best op, want jullie snappen nu ondertussen wel het projectiel zijn, denk ik. Dat ik altijd standaard wat ik meestal doe, of ik ben niet jullie daar, laat het me ook weten in de comments. Maar altijd wat ik meestal doe, als ik raak, maak ik survival join, ofwel AFK, gewoon even voor vrienden mij, zonder opname ofzo. Ofwel met opname doe ik al, meestal, ik weet niet of je dat nu hebt gezien, maar meestal doe ik dat ook. Als ik zie gewoon dat is gras of zo van die dingen, weet je wel, dat je ziet dat je krijgt gewoon direct alles maaien of maaien. Om seeds te hebben voor weer wiet en daar weer eten van te maken, snap je? Niet wiet, like drugs, maar gewoon, je snapt wel, tarwe, zou ik zo zeggen. Maar in het Engels is dat wiet met een H, W-H-E-A-T, volgens mij, of gewoon, ja, weet, ja, zo schrijf maar. Dus dat, en ja, dat is... Dus meestal alles hier ommaaien, wat ik nu nog altijd doe, terwijl ik genoeg weet hier heb leggen, maar goed. Dan alles ommaaien en dan daar plaatsen, maar goed, zo. Wordt die letterlijk gewoon bijgeplaatst blijkbaar? Van, nee, ik kan hoe komt dat er? Ik snap het, ja, want ik zei oh, krijg je extra seed, want ik kreeg een seed, ik dacht dat je hem moest terugplaatsen. Maar ik zie blijkbaar dat hij gewoon al, nee. Kijk, nu krijg je een seed, en dat je plaat, dan, dan blijft het groeien of hoe? Denk niet dan. Ik heb nu seeds erbij. Back. Oké. Ja, mama heeft me ook gevraagd om te komen eten, dus maar... Nee, ja, ik... Hoe? Kun je ook gesloten of niet? Video's niet, je bent nog live in opname. Dus, oké. Okay. Ja, was juist gedisconnect, dus. Ik heb een season. Goed, ja, dan weet jij dat. Kun jij mij uitleggen? Oh, octopus. Kom hier. Wat moet je uitleggen? Oh, mijn is wel eens kapot. Nee, maar kun je me uitleggen hoe tot je eigenlijk, ja, meloenenzaden. Ja, want bijvoorbeeld als ik nu meloen, dan komt er een meloenblok uit die hak, dan, ja, dan krijg ik er geen zaad van. Hoe kan dat? En hoe ja, krijg ik het wel? Weet je wel? Nee, daar krijg je inderdaad geen zaad van. Maar is er wel een manier dan? Dat weet ik niet. Nu heb ik wel, ja, nu krijg ik opeens wel zaden of zoiets. Dus... Die zou je... Nee, die meloen die moet je in dingen doen. Crafting table. Ah, die zouden we krijgen. Gewoon die meloenen. Oh ja, dat, ja, nu kan ik me weer herinneren, ja juist. Dankjewel, dan weet ik dat ook weer. Nu kijk, ik hak nu zo'n bompje weg. Ik krijg er ook shit van. Dus. Dolfijn. Kunnen dolfijnen je trouwens ik damage doen of niet? Hmm? Dolfijnen kunnen die je damage doen? Als je de map wel. Of niet? Goed zo. Daar staat een skeleton, dus. De sheet, ik weet niet hoeveel ik het ooit heb gebruikt, maar ik denk dat het de eerste keer ziet, dus dan in effect is. Heb je toevallig dingen? Hoe? Toosjes of zo? Zeker, ik ga even zelfs jou geven. Van open inventory, dus je kunt gewoon blijven doorgaan. En eten. Gooi dat in mijn inventory anders. Hoe? Gooi ze anders even in mijn inventory. Ja, dat was ik van plan, dat ga ik ook doen. Wacht, dan moet ik even terug de kist. Zo. Goed, allemaal rare dingen in de nieuwe versie, want wat ik allemaal hoor tegenwoordig, dus goed. Goed, zo, nee, zo, zo. Ik heb allemaal toortjes gemaakt en ik heb geen stokken meer, maar wel nog wat cool, dus goed. Slash. Voilà, komt eraan. Oh, wat heb jij allemaal? Je hebt een enderman gekild en je hebt er een grasblok van gekregen, zeker? Zie ik. Yep. Ik zou even één ding zeggen, hou die grasblok bij, want als we ergens boven in de lucht of zo, of gewoon ergens ondergronds, dat geen gras is, als we daar bijvoorbeeld een, want ik heb dus gezien, en dat was een leuk idee vond ik, om een dierhok ergens ondergronds te maken of zo, en dan moet je gewoon één grasblok in het midden plaatsen, en daar rondom allemaal dirt. En dan zo kun je gras maken voor die schapen, snap je? Of voor koeien of zo. Komt ie. Zo, ik geef de helft even, alsjeblieft. Je hebt het normaal in je inventory nu. En ik geef je ook even een stekje eten, alsjeblieft. Wacht, nee, ik doe even iets anders. Wacht, hè. Ik doe even dit, voilà. Dan geef ik even de 8 en heb je 55 eten, alsjeblieft. Ik regel even. Zo, voilà. Inventory is in boomvol, zie ik. Ja. Oh, gaan we weer. Wat is er? Nee, plots case pennen. Dit is eindelijk. Dit is een iets kortere aflevering, helaas. Want ja, mam kwam uit de vraag om te komen eten. En misschien dachten jullie al, voor jullie al gezien. Ja, dan waarom ga je dan eten? Ik ga je voor deze aflevering afmaken en dan ga ik nu eten. Dus daarom hou ik het even iets korter. 18 minuten voor mij is nu een opnemen. Misschien voor jullie 10 minuten of zo. Hangt ervan af hoeveel dingen ik eruit heb. Maar dat is. Dus ja, even zo staan. Wacht, moet ik even. Zo, ja. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. Oh, nee, naar deze kant. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie van hebben genoten. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren, mijn kanaal abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Want, oh, doe het even. Zo. Voilà. En want, ik weet niet of ik in beeld ga laten komen. Anders zien jullie het nu in beeld. Als het is gelukt. Want meer dan zo'n... Volgens mij 90% is niet geabonneerd, dus ben je daar een van? Vergeet dan niet te abonneren als je het nog niet gedaan. Wat ik de laatste keer dan zag was 90%, ik weet niet nu. Ik kan een nieuwe printscreen ervan maken van hoeveel procent geabonneerd is en niet geabonneerd is. Dus dan zien jullie ook het nieuwste wat ik dan op dit moment gezien. Of wat jullie ook zien normaal. Het zal anders wel tekst of zo'n beeld of zo, hoeveel tot jou wanneer is, niet jou wanneer is, of een printscreen, we zien wel. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken, ik ga nu lekker friet eten. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Dan zeggen we zeer zoals altijd, laat je meneer voor meer, dus. En dan zeg je dus altijd, later.